onder de munttoeren aan het singelen in Amsterdam begon een knaap van een bulldozer de afdaling in de bouwput die gemaakt werd voor de fundamenten van een nieuwe spaarbank. Zelfs voor de mannen van het vak was het een hele toer het gevergde onbeschadigd naar beneden te krijgen. Het was een precisiekarweitje dat ons heus wel de moeite loonde af te dalen in de 9 meter diepe kuil waar de bulldozer hard nodig was voor de snelle opruiming van een flinke partij modderig laag veen. Vele naar wetenschap dorstende mokumers keken de bulldozer op zijn rupsbanden toen hij ver beneden Amsterdam Spijl begon. Waar eerst vele gravers waren, werkte nu alleen de polderjongen van de nieuwe tijd, de bulldozer. Ondertussen werden de laatste van de 2000 heipalen verwijderd die hier al 300 jaar staan. Wellustig schoof de oersterke machine het laag veen naar de plaats waar een grijper klaar ging om deze met grote happen naar boven te brengen. De moeite die mens en machine zich in de modder getroosten, levert langzaam de gezonde basis waarop in 1962 een moderne spaarbank zal rusten. Een indrukwekkende kolonne van de Club der 100, de exclusieve hengelsportvereniging, trok naar Tienhoven in Utrecht, waar de muzikus Gerard van Krevelen de vlag plantte en de organisator van het mannenuitstapje, de heer Van Hoorn, het startsein gaf voor een snoekwedstrijd. In Groot Visten nu zochten hier Kees de Lange, de muzikus Harry de Groot, de zoetgevoelige Willy Alberti, de hengelsportkampioen Miedema en vele anderen de beste plekjes op. Bijna evenveel succes als in zijn vooroorlogse atletiekcarrière had Jan Segers, die een beestje van een halve meter verschalkte. Met deze strijd, die gehouden werd ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan, sloot de club tevens het hengelsportseizoen af. Kees de Lange had natuurlijk geen moeite om een koe te vangen. Of hij verder botving of snoek, weten we niet. De snoeken beten natuurlijk het best bij een tandarts, de heer Peters, die assistentie nodig had om een monster van 1,14 meter, dat 20 pond woog, op het droge te krijgen. Het was het pronkstuk van het Lustrum Oudjaarsfeest van de Club der 100. Een uitschieter. In het trotse besef dat ze tot de bevoorrechten behoorden die een kaartje konden bemachtigen voor een gala voetbalfeest, spoedden 65.000 mensen uit alle delen des lands zich naar het Feyenoordstadion in Rotterdam, waar de competitiewedstrijd van het jaar werd gespeeld. De derby Feyenoord-Sparta, die geleid werd door scheidsrechter Leo Harm. Feyenoord, dat voor deze keer in het wit op de grasmat verscheen, deed de aftrap. Ieder verwachtte dat dit gevecht tegen Sparta, de hoogste op de ranglijst van de eredivisie, weer eens een echte gebeurtenis voor fijnproevers zou worden. Al spoedig bleek dat de verdediging van de gastheren het zwaar te verduren zou krijgen tegen de Spartaanse voorhoede, die in rechtsbuiten van Ede weer een briljante speler had. Herhaaldelijk stichtte hij verwarring in de Feyenoord-defensie en dat deed natuurlijk de aanhang van de thuisclub het ergste vrezen. In het eerste kwartier bouwden echter ook de Feyenoorders menige fraaie aanval op. Maar het leek wel alsof vrouwen Fortuna zich niet wilde aansluiten bij hun afdeling damesupporters. Sparta daarentegen scheen te voelen dat het allemaal meezat. En de club van Spangen ontplooide zich waarschijnlijk daardoor binnen het half uur tot de sterkste van de beide teams. Niet gering was het getal dergenen die een nederlaag voor Feyenoord aanvoelde komen. Vooral toen Van Ede met een fraaie kopbal de score voor Sparta had geopend. In die eerste helft slaagde Feyenoord er nog enige keren in door te dringen in het vijandelijke doelgebied. Maar al die aanvallen werden slecht afgewerkt, zodat de rust inging met 1-0 in het voordeel van de beste ploeg, Sparta. En die ploeg bleef de sterkste. Dat merkte vooral doelman Pieter Schaafland, die niet zo in vorm bleek, tot grote ongerustheid van zijn clubvrienden. Trouwens, de gehele Feyenoordmachine kon maar niet op toeren komen. De witte lieten tal van kansen onbenut. Kansen die gewoon om in te bijten waren. De Spartanen, die in uitstekende lichaamsconditie verkeerden, toonden zich hun hoogste plaats in de Nederlandse voetbalwereld ten volle waardig. Er waren na de thee 20 minuten gespeeld toen een hoekschop van Van Ede door Daniels werd omgezet in het tweede doelpunt voor Sparta.
En daarmee was het vonnis over Feyenoord geveld. Want de gastheren kregen geen kans meer tegen hun verrassend sterke stadgenoten, die 5 minuten voor het einde Pieter Schaafland ten derde malen lieten vissen. Terwijl het stadion al leeg liep, deed Feyenoord alles om de eer te redden, maar ook dat mocht niet lukken. En zo eindigde deze derby dan in een 3-0 overwinning voor Sparta, dat nu nog een betere kans maakt op de hoogste nationale voetbaltitel.